14 januari, jongsleden, heb ik het verzoek binnengekregen op het commissariaat aan de Sommelsdijkstraat nummer 2 van de heer Piqué dat hij van plan is om op woensdag 20 januari een vreedzame protestmanifestatie te houden. Zoals bij elke vergunningaanvraag heb ik ook adviezen moeten invragen van de minister van Volksgezondheid en regiocommandant de heer Jacot. Het advies van de politie, in dit geval regiocommandant Jacot, is negatief op basis van regel 2 van de COVID-wet dat aangeeft dat het verboden is om met meer dan 5 personen bij elkaar te komen, het zogeheten samenscholingsverbod. De minister van Volksgezondheid heeft ook een negatief advies uitgebracht op basis van de wet uitzonderingstoestand, artikel 6 van de grondwet. Op basis van bekomen informaties heeft de DC besloten om geen vergunning te verlenen aan de heer Piqué om een vreedzame demonstratie te houden op woensdag 20 januari 2021.